welkom bij een gloednieuwe video. Mijn naam is Robin. Ik ben hier vandaag met Wiege. En we zijn vandaag in Jumpstyle. We gaan even training houden. We gaan even wat dingen doen. Even kijken wat we hier allemaal kunnen proberen qua tricks. Zoals je ziet, we hebben hier ook Max Airs. Veren heel goed. En we hebben hier achter een airbag en een foam pits. Dus we zien wel even of we wat gekke challenges kunnen doen. Wat gaan we eerst proberen? Ja. Oké, dus wat we gaan doen. Het is een trick van Flip Like Z. We gaan een frontflip doen. Die landen met onze voeten in de muur. En dan vanuit de muur met een backflip terug naar de trampoline. Zal ik even een setje laten zien? Ja. We gaan een frontflip maken in de muur. Tegen haar en wacht een backflip. Ja. Zou je dat ook eens proberen? Kijken hoe dat gaat? Ik denk dat het wel de beste manier is om het zo te doen. Oké, Wieger heeft een matje gepakt zodat we wat zachter kunnen landen. Oké, ik probeer ook. Nou, ik heb dus ook een paar keer geprobeerd, ik kom wel in de buurt. Maar het blijft raar om in te zetten. Ik heb wel geland, dus ik ga het nog een keer proberen. En iets speeden, want bij de vorige keer toen ik triple full deed, mijn benen gingen helemaal uit elkaar. Ja. Nu gewoon even echt goed spieden. Ja. Ja, dat was clean. Nee, wel, maar ik ga hem nog een keer doen. Oh, dat deed met één voet zo. Ik deed met één voet. Dit zijn echt van die vrieren trucjes, weet je. Ik ga zo wel even een trampje aan eens proberen. Ik ga hem nog een keer. Clean. Dus gaan we naar de volgende challenge? Tuurlijk, gaan we. Oké, we gaan naar de volgende challenge. We gaan nu hierheen. Als jullie de vorige video's naar het water hebben gezien, dan weten jullie vast wat we gaan proberen. Maar we gaan proberen een salto op die trampoline te doen. Landen en salto door naar de foam pit. Wat we gaan doen. Oké. Salto op die trampoline. Ja. En dan met een salto door naar de foam pit. We gaan gewoon proberen Dani challenges te doen. Net als wat hij deed van die 10 meter duikplank op zijn mini-tramp. Oké, we beginnen dus makkelijk met een backflip hier. En ja, gewoon een normale backflip. Misschien komt het ook wel goed dat ik meteen dubbel. Ja, ik deed dat wel de vorige keer. Komt hem gelijk aan de dubbel. Dus ik weet het. Precies dat. Ja, tuurlijk. Yes, nice. Yes. Nice. Zal ik hem nu proberen? Tuurlijk. Die was wel wat minder, hè? Ik ga gewoon een keer proberen full in, denk ik. Is goed. Ik zal zo eerst maar mijn sokken goed doen, want ik heb de grip zo langzamerhand aan de zijkant zitten. Oké, jongens, ik heb net dus backflip naar dual backflip gedaan. Het ging best wel goed. Ik ga gewoon proberen backflip naar full in backout. Tik hem aan. Ga gewoon proberen. Let's go. Nice. Ik probeer zo nog wel een keer die backflip naar double back. Backflip. Backflip hierin, dus gewoon zo backflip. Ja? Naar half in full out. Oh, sick. Mijn eerste keer half in. Oh, half half. Ja? Yes. Perfect. Oh, veel beter. Ja man, die was veel beter. Goed bezig. Half vol jongen. Lekker. Wat ga je doen Robin? Ik ga nog een keer de backflip naar dubbel back proberen. Ik vertrouw nog niet dat soort dingen als wat Wieger nu doet. Omdat het wat lastig voor mijn rug. Maar ja, ik zie wel hoe ver ik kom. Perfect. Ja man, die was echt heel clean. Oké, we gaan naar de volgende challenge. Maar eerst gaat Wieger even een cork zero laten zien. Heel clean. Wow, 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 wow. Hij is echt heel goed. Zit er ook geluid bij? Jazeker. Oh, hoi. Hoi mama.
Gaan jullie de volgende challenge? Oké. Rob gaat een challenge verzinnen voor ons. Ja. Laagste backflip ooit. Laagste backflip ooit, oké. Wow, die was laag? Nee, hè? Nee. Nou jij niet. Maar kan ik dat lagen? Ik weet het niet. Ga zien. Oh. Zo laag dat ik hem niet eens kan landen. We gaan er zo'n wall flare in proberen. Hoe ga je dit doen? Wat je brengt ook wel. Ja, dat. Dat nou nog. Ja. Oké, we hebben hem net even teruggekeken. En Wieger, jij haalt hem echt makkelijk. Ik weet het. Ik ga hem nog even een keer een setje doen. Ja. Dus ik ga hem nog even een setje doen. Oh. Heel goed, jongen. Wel ziek hoor, dat is echt hoog. Ga jij nu eerst? Ik wil hem even één keertje zetten en daarna mag jij gelijk. Oké. Ga het proberen. Ik hoop als het goed uitkomt, dan gaan we gewoon inzetten. Ja? Ja! Ja! Let's go! Oh, the fuck! Yes. Nou, Wieger heeft hem gedaan. Hij gaat hem straks nog een keer doen. Hij gaat even zijn telefoon ophalen, dat hij hem ook daarmee kan filmen. Voor Insta en TikTok. Ik ga hem denk ik niet proberen, want ik heb nog te veel last van mijn rug en knieën. Maar dat komt binnenkort wel. Ik ga hem tenminste proberen te landen. Het zou wel echt heel ziek zijn, want volgens mij heeft niemand in Nederland deze geland. Dus ik ben benieuwd. Oké, dames en heren, helaas kan ik hem niet landen. Want de muur, als je kan zien, is nog een beetje te laag gegaan hiervoor. Dus misschien ooit, als ik een goede muur vind, kan ik hem wel landen. Ik ben ook blij dat ik hem gedaan heb, of mijn nek heb gehad. Dus het is helemaal prima. Dus nu gaan we eerst naar de volgende challenge en dat is dat ik even een paar tripkabooms ga doen vanaf de muur naar de trampoline. En kijken of ik er misschien een quadkaboom uit kan halen. Hij gaat quadkaboom zetten, ik ga gainer naar backflip zetten. Ja. Ik denk dat ik hem nu ga doen. Hij is nog wel eng, maar ik weet dat ik hem haal. Als ik hard sla, dan moet hij wel lukken. Dus ik ga het nu proberen. Let's go! Nee, helaas. Ik voel het wel in de afzet, maar ik kan het toch vasthouden. Ja, mag je doen? Oké, jongens. Ik ga nu proberen op de trick van flip like zie. Er zit een gainer in de wall dus. En dan tap je nog even in de korte. Deze uur aan en dan maak je nog een backflip. Eigenlijk hetzelfde als je trotter dan backflip, maar dan eerst een gainer naar voren. Ja, mooi, mooi. Wow, dat was het. Oké, jongens, ik heb net geland. Betekent nu meteen gewoon naar de trampoline. En nu doe ik meteen naar het triple-full. Oh, was dat? Wat was dat? Ah, dat was mijn. Ik gleed een beetje uit. What the fuck? Ja, triple. Woo! Sick, man. Heel vet. Zoals jullie zien, Wieger is weer in vorm. Het uur is nu afgelopen, dus de lampen gaan weer uit. Oh ja, en we hebben hier geen mat bij Jumpstyle. Deze is voor de lessen en voor eigen gebruik. Dus als je hier komt, we hebben hier geen matje. Helaas. Maar misschien komt het nog. Tof dat jullie hebben gekeken. Ik vind het een geslaagde video. Abonneer op het kanaal. Dus, leuk dat jullie hebben gekeken naar hun... Take 2. Leuk dat jullie hebben gekeken naar de video. Dus waar wacht je op? Like, subscribe, abonneer. Ja.
Like, abonneer, tot de volgende keer. Let's go! En doei!